heb je het snoep al klaarstaan voor vanavond. Ja. Chocoladerepen, zakjes met schuimpjes, koekjes, nou ja, noem maar op. Een beetje verstopt, zodat ik het niet steeds zie. Oh, goed. Daar ligt hij. Ja, ja, anders had je het zelf al lang opgegeven. Ja, daarom... ja. Ja, het is natuurlijk vandaag Sint Maarten, dus kunnen er vanavond weer heel wat kinderen voor je deur staan. Met hun lampion, nou, dan zingen ze even netjes voor je, of wat minder netjes. Dat geeft allemaal niks, daar gaat het niet om, want er is een tas die gevuld moet worden. Met snoep en niet met mandarijnen, alsjeblieft. Hebben die kindergebitten nou te lijden onder al die zoetigheid? Nou, verslaggever Tiffany Fraza, die onderzoekt dat in de tandartspraktijk Emmeloord. En de vraag is natuurlijk, Tiffany, bereidt de tandarts zich voor op het allerergste? Nou, het is goed dat jullie mij vertellen dat het vandaag Sint Maarten is, want ik moet dus nog langs de supermarkt om even snoep te kopen. En het is maar goed dat ik nu bij de tandarts zit, want de tandarts die heeft verstand van wat dat nou allemaal doet met de gebitten. En we willen natuurlijk niet dat die kindergebitten allemaal kapot gaan. Ik zit hier naast tandarts Bart Lange in een tandartsenpraktijk. Ik zit ook daadwerkelijk in zo'n stoel die zo helemaal achterover geleund is. Het is echt super oncomfortabel om omgekeerd in zo'n ding te zitten. Maar ja, weet je, we moeten natuurlijk wel een goed gesprek kunnen voeren, dus we zitten lekker tegenover elkaar. Ook die boren die de tandarts altijd gebruikt en zo'n spuitje waar water uitkomt en zo'n afzuigdingetje. Nou, dat ligt hier allemaal. Tandartspraktijk zoals je je kunt voorstellen. En Bart Lange, jij bent hier tandarts in de tandartspraktijk Emmeloord. Wat kan ik zo meteen als ik naar de supermarkt ga om snoep te halen voor vanavond nou het beste kopen? Nou, snoep is snoep. Laten we daar mee beginnen. En ja, er is in ieder snoep zit suiker. Dus in die zin zal al het snoep slecht zijn. Nou is het alleen wel zo dat op het moment dat je vanavond de kinderen snoep geeft, dan zal het niet zijn dat je nou onmiddellijk gaatjes krijgt. Gaatjes is iets wat door de tijd ontwikkelt. In die zin is er geen goed of slecht snoep. Dat zit in alle snoep zit suiker. Je zou kunnen kijken, er zijn natuurlijk wel snoepjes met suikervrij. Dus daar zou je dan nog wel naar kunnen kijken. Dat heeft wel een effect. Verder zou je natuurlijk ook na kunnen denken, zou je niet fruit geven? Dan is er wel suiker in wat ook in fruit zit. Maar de fruit zorgt er ook voor dat er speekselvloed is en dat dus het suiker ook weer wat sneller wegspoelt. Dus dat snoep bij kinderen, dat is toch lekkerder dan een mandarijntje? Begrijp ik. En ik zou ook zeggen, vooral wel snoep geven. Kijk, wat ik al zeg, één keer, daar ga je niet een probleem mee creëren. En anders gezegd nog, als jij zorgt dat je dat snoep dan in één keer opeet, dan is het ook nog een beter idee. Ja. En dan ga je niet 3, 4, 5 keer een suikermoment inbouwen op de dag. Maar jullie zijn je dus niet heel erg aan het voorbereiden op het ergste dat de volgende maand allemaal kinderen hier binnen liggen met gaatjes na Sint Maarten. Want dat is dus een langlopend proces, zeg je net. Ja, dat klopt. We zijn natuurlijk altijd voorbereid. Maar ik maak me niet zo druk omdat er nu ineens een hele grote rush aan kinderen komt met heel veel gaatjes. Dat is echt, daar is langer de tijd voor nodig. En als kinderen een goede gebitsgezondheid hebben, dan maak ik me er niet zo druk om over vanavond. Nee. En het zijn melkgebitten wat kinderen hebben. Is dat nou anders dan een volwassen gebit? Moeten ze daar minder mee oppassen omdat het toch nog allemaal uitvalt? Dat is op zich een goede gedachte. Maar ik vind toch wel het omgedraaide. Want ik denk dat één gaatje bij een kind kan er natuurlijk ook voor zorgen dat een kind een leven lang toch een probleem ontwikkelt met het naar de tandarts gaan. Hè. En vaak is de angst voor de tandarts is op een hele jonge leeftijd verankerd. En in die zin vind ik een kindergebit vind ik altijd wel nog veel belangrijker dan een volwassen gebit. En dat we dus ook heel erg proberen te hameren bij kinderen op preventie, voorkom het. Nou, en dat betekent 2 keer per dag poetsen. Dat betekent na het poetsen spuug je uit. Ga niet met water spoelen. Hou de tandpasta in je mond. Bezoek regelmatig een tandarts. Wij proberen ook hier met allerlei preventieprogramma's te werken voor kinderen. Dat je kinderen zorgt dat ze geen gaatjes krijgen en daarmee ook geen angst ontwikkelen. En natuurlijk is het zo, mocht er een gaatje zijn in een melkgebit. Kijk, dat melkgebit gaat eruit en er komt een nieuw gebit voor. Maar ja, op het moment dat een kind natuurlijk al heel veel vervelende, traumatische ervaringen heeft gehad in een melkgebit, dan heb je wel misschien al een probleem, ook voor een volwassen leeftijd.
Moeten ouders dan opletten dat ze over 2 maanden even langs de tandarts gaan om te controleren of Sint Maarten een effect heeft gehad? Nou, ik ben benieuwd. We zouden er natuurlijk een leuk onderzoek naar kunnen doen. Maar nogmaals, ze zijn van harte welkom. Maar ik maak me er niet zo'n zorgen om. Ik vind in het algemeen, wat ik hier in de praktijk zie, dat het heel erg meevalt. Dat mijn voorganger daar toch ook wel heel erg mee bezig was. De preventie. Maar ja, landelijk zien we wel weer toch een beetje een terugloop in de gezondheid van kindergebitten. En ook vanuit de overheid is er best wel wat mee over te doen. Verzekeraars ook, die hun kinderen op gaan roepen om naar de tandarts te gaan. Inmiddels is bekend dat onder de 18 de jeugdzorg valt in de basisverzekering. En kinderen hebben altijd recht op zorg voor de tandarts. Dus in die zin is dat dan natuurlijk nog wel een ding om te zeggen van bezoek de tandarts. Maar dan is het in het algemeen en niet extra over 2 maanden. Hoe komt het dan dat het zo slecht gesteld is met die gezondheid? Van de kindergebitten. Van de kindergebitten, ja. Ja, dat is een goede vraag. Misschien dat het ermee te maken heeft dat er toch ook wel nog steeds veel suikergebruik is. Misschien is het ook een deel dat ouders soms niet weten. De kinderen en de zorg voor kinderen, tandheelkundige zorg, zit in de basisverzekering. Ouders die zelf niet gaan. Ja, dat zouden mogelijke oorzaken kunnen zijn. Ja. Wat krijgen kinderen dan vanavond als ze aanbellen bij de tandarts? Ik heb zelf 2 kleine kinderen. En ik ga vanavond met mijn kinderen langs de deuren. En wat mij betreft, bij mij mogen ze gewoon het snoep. Maar dan zeg ik wel, dan eet je het in 1 keer op. En dan ga je dus niet de hele week met een grote voorraad snoep, die je verspreidt over de dag, gaat eten. Want dat is veel slechter. Het gaat om het aantal suikermomenten op een dag. En of jij nou een zak snoep in 1 keer opeet, of dat je die zak snoep verdeeld over de dag opeet, dat heeft wel degelijk een heel groot effect. Dus liever in 1 keer. En daarmee beperk je dus ook je suikermomenten. En daar gaat het om. Je wordt er alleen wel flink misselijk van, denk ik, als je een hele zak snoep in 1 keer opeet. Lijkt mij ook. En buiten het feit dat natuurlijk, we hebben het nu over een gebit. Maar goed, suiker is natuurlijk, dat weten we allemaal. Natuurlijk ook heel slecht voor ons lichaam zelf. Hè? Dus. Goed, tandarts Bart Lange. Ik weet genoeg. Ik reis zo meteen nog even langs de supermarkt. En ik ga nog even wat fruit kopen, want dat was je beste tip. En als ik suiker ga geven vanavond, dan kan die beter in een mandarijntje zitten, denk ik dan zo. Exact. Dankjewel voor deze informatie. En ik wens je heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Gaat zeker lukken, denk ik, hè? Dankjewel. Tiffany Vraza was dat. Live vanuit Emmeloords op de stoel van de tandarts.